The Yardbirds met Heart Full of Soul. Nou, een lekkere binnenkomen voor Vlaardingen Late Night Live. Een berichtje van vandaag. Vanavond staat in de Kroephoekfabriek de Nederlandse rapper Gers Pardoel. En de Brabantse rapper is op dit moment bekend van zijn twee top 10 hits. Ik neem je mee en Nergens zonder jou, dat hij samen zingt met Guus Meeuwis. Toch wel een leuk duet. Op dit moment hebben wij contact met een diehard fan. Een Frits Slot. En die is op dit moment bij het concert van Gers Pardoel. Ik weet niet of hij mij kan verstaan. Goedenavond. Goedenavond. Ja, goedenavond meneer Slot. Hallo. Ja, jij staat er in de Kroephoekfabriek. Ja, dat klopt, ja. Hartstikke leuk. Ik vind het vrij stil voor een concert van Gers Pardoel. Wat is er al, waar zit je op dit moment? Ik zit op dit moment even koken te snuiven op toilet. Ja, dat is dus ongeveer de doelgroep van Gers Pardoel, denk ik dan toch. Even wachten hoor. Ja, sorry. Even wachten. Dat was de doortrek. Oké. Frits Slot, ja. Jij kan mij goed verstaan? Ik kan niet verstaan, ja. Fantastisch. Mijn vrienden noemen mij ook wel Persgardoel. Dus als u dat ook zou kunnen doen, zou ik het heel fijn vinden. Persgardoel. Persgardoel, exact. En dat is... Ik ben de nummer 1 imitator van Persgardoel. Toch wel Nederlands mooiste rapper eigenlijk. Ja. Dus vandaar Persgardoel. Persgardoel. Persgardoel is de naam, ja. Dus u rapt zelf ook? Ik rap zelf ook dingetjes. Zou je misschien iets uit de losse pols? Even freestyle. Ja. Ja, nou, ja, zou ik eens wat doen? Oké. Mogen wij een onderwerp roepen dan of zo? En dan... Ja, misschien over mijn aanwezigheid hier vanavond. Ja, nou, vertel over je ervaringen in de Kroephoekfabriek daar met een fantastische rap. In een rapvorm. Oké, komt ie. Yo, alle skits bij Late Night Live. Dit is Persgardoel met een zieke rap over de Kroephoekfabriek. Yo, ik zit hier live in de Kroephoekfabriek. Koop de snijver, maar je weet dat ik nonchalant ben. Ik ben nummer 1 fan van Persgardoel. Allee, dat ben ik zelf. Ik heb maar nog echt niet in een ritme ontdekt of zo. Nee. Er zit iemand door me heen te praten. Sorry, ga verder. Ga vooral verder. Ik zit hier live bij Vlaardingen Late Night Live. Ik heb een zieke jaar, dus luister naar mijn flow. Je weet hoe dat gaat, van zo. Ja. Koop snijven op het toilet. Wow. Ja, heel goed. Ja, schitterend. Ik ben doet hij gewoon sorry, uit de lucht. Hij is nog bezig. Wat ja. Is dat? Ja. Persgardoel, dames en heren. Persgardoel. Ik vind het niet leuk dat er gewoon door mij heen wordt gepraat. Nee, maar wij hebben natuurlijk ook een beperkte zendtijd. Maar dan krijgen jullie een verkeerd beeld van wat ik doe en zo. Ja, nee hoor. Nee. Zelf om. Ik vind het. Nee, we hebben het gehoord. Ik vraag er zelf om of ik wel wil doen. Ja, dat hebben we inderdaad gevraagd. En je deed het hartstikke goed. Vind ik ook. Hoe is het concert daar? Ja, valt een beetje tegen eigenlijk. Oh, dat is niet dus leuk om te horen. Het publiek, dat is toch iets minder dan wat je in Brabant. Ik ben toch wel een beetje Brabander, echt Brabander. Brabant ja. Nationalist. Ja. Brabant represent, New Kids, leuk film. Ja. Niet gezien, maar... Daar zijn de meningen over verdeeld. Leuke jongens. Ja. Leuke dingetjes doen die. Maaskantje, mooi dorp. Ik heb er zelf een jaar of 3 gewoond. Leuke dingen gedaan. Ja. Lekker patat kunnen ze dan maken. Hele goede moet je bij ook. Maar laten we even terugkomen op het... Moet je vragen om 3 patat. Met mayo en een kipkantje. Wat is Frits, Persgardoel. Persgardoel. We willen het graag hebben over het optreden vandaag in Vlaardingen. Van Gers Pardoel. Ja, sorry, ik was even... Geeft helemaal niks. Maar we zijn zo benieuwd. Hoe is het daar? Een wereldster in Vlaardingen. Ja, dat is mooi. Heeft hij zijn grote hits al gezongen? Ja, hele grote hits, ja. Hele mooie dingen heeft hij gedaan. Ja, ik vond het weer fantastisch. Maar het publiek, ja. Ja, hij is nog bezig, hè, op dit moment. Hij is nog bezig, dus dat vind ik ook een beetje jammer hiervan, voor de timing. Ja. Maar het is toch een beetje om ook zijn naamsbekendheid te vergroten. Dus het is ook voor het goede doel, zeg maar. Hoe reageert het publiek op de aanwezigheid van Gers Pardoel? Ja, dat vind ik dus minder. Maar ja, je hebt dan natuurlijk... De Brabantse possie, zeg maar. Ja. Waar ik natuurlijk de voorzitter van ben. Dankjewel. En alsjeblieft. Die gaan natuurlijk helemaal uit het dak. Zoals vanouds. En ben je nou al vaker geweest naar een concert van Gers Pardoel? Ja, maar natuurlijk, meneer. En ik ben de grootste fan. Ik geloof het gelijk. Maar is de sfeer hier echt zo anders dan in bijvoorbeeld ergens in Brabant tijdens een concert?
Ja, dat is toch minder. Toch minder. Ook qua verdovende middelen en dingetjes. Minder, zo. Toch minder wild. Ja, dat was ik even vergeten. Dat is wel een beetje de sfeer van het badass motherfucking rap dingetje. Maar hoort dat er echt bij de rap? Ja, dat hoort wel een beetje bij de muziek. Ja, het hoort wel bij de rap, maar hoort het ook bij Gers Pardoel? Ik heb nog niet echt het idee dat Gers Pardoel een gangster is. Je hebt natuurlijk het tv-image en je hebt natuurlijk het echte underground Brabo-rap, Brabo-rop-image. De Brabo-rap. De Brabo-rop-rap, noem het zoals je wilt. Het is allemaal abacadabra voor mij, echt. En dat is natuurlijk geeft je veel reëler beeld natuurlijk. Ja, veel reëler. Per Schardoel, als ik je nou even de tijd mag geven om voor dit publiek wat hiernaar luistert even een goed beeld te geven van Gers Pardoel, zet hem eens goed neer. Hoe zou je hem zo kort mogelijk kunnen beschrijven? Dat is goed. Gers Pardoel is Nederlands mooiste rapper. Echt met teksten die ieder aan kunnen spreken. Zij het een Marokkaan, zij het een schoonmaakster, zij het een vrouw van 88, zij het iemand die is aan het vergaderen over de eurocrisis. Ja. Het is zo universeel wat hij zegt, maar toch ook trekt hij het naar een hele intieme, persoonlijke sfeer. Oh, oeh. Dus je kan jezelf erin verdiepen en dan eigenlijk als in het helemaal invallen. Dat je erin gezogen wordt bij je lichaam. Zo, wacht even hoor. Ingezogen bij je lichaam, zei je dat nou? Ja, dat je zeg maar meeneemt. Ah ja. Je kan hem in een hoekje laten staan van, goh, wel leuk, maar het is toch niet, ja. Maar ja, dat iets toevoegt. Ja. Dat is heel bijzonder. Dat kan hij als geen ander. Ja. Oké. Okay. Fantastisch. Ja. Dat is een goede. Ik denk dat Gers Pardoel heel erg blij mag zijn met dit visitekaartje dat je hier hebt afgeleverd. Oké. Okay, Pers. Even nog een vraagje. Hoe oud ben je? Ik ben 62. 62. Dat verklaart een hoop. Oké. Okay. Zou jij misschien ter afsluiting nog even een tweetal zinnen even voor ons willen rappen? Even een soort afsluitertje. Oké, afsluitertje. Dag mensen, dag lieve mensen uit Vlaardingen. Ik zal niet voor jullie gaan zingen, want ik ben een rapper. En ik zeg, met mijn badass motherfucking attitude. Hey dude, het gaat je goed? Dankjewel. Goed, Pers Schardoel, hartstikke bedankt dat je er wilde zijn. Hij is al weg. Hij is weer terug naar het concert van Gers Pardoel, die dus vandaag in de Kroepoekfabriek staat. Goed, tot zover dit item. Wij gaan door naar de muziek. The Doors met The Spy.